Een hele goede morgen. Jordi had vannacht weer gespookt. En nu ligt meneer nog lekker te slapen. Maar we gaan hem even wakker maken. Ja, goedemorgen. Wil je wakker worden? Hallo. 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 Goedemorgen. Hallo. Jannie. Kleine dreumes. Met zijn voetjes aan het kietelen. Wakker word je. Wakker word je. Wakker word je. Nou, ik ga heel even deze slaapkop verder wakker maken. Want vanochtend hebben we eigenlijk nog niet zoveel te doen, zeg maar. Ja, ik heb wel wat te doen, maar meer gewoon boven poetsen. En vanmiddag moeten we eerst naar de gynaecoloog voor controle. En daarna hebben we verjaardag. Een vriendin van mij is 2 jaar geleden een dag voor mij bevallen. En haar zoontje is vandaag dus jarig. En dan moeten we dus straks ook eventjes heen nadat we bij de gynaecoloog zijn geweest. En ja, dus vanmiddag hebben we het iets drukker. Maar vanochtend is het voor Jordi voornamelijk lekker rustig aan doen. Dus ja, dan gaan we dat doen, hè. Zo, ik heb... Ja? Wat? Ik heb... Jordi al zijn flesje gegeven en hij heeft al zijn fruitje gehad. Jij was lekker fruitje? Ja? En ik heb boven gepoetst, was opgehangen. Ik heb van alles gedaan. En je hebt Stinky weer gedaan. Hij heeft alweer een Stinky gedaan. Die ga ik zo ook even schonen. En zo dadelijk krijg je een keer de fles. En dan ga ik weer naar bedje toe. Oh, moet ik... Mama. Je kan nu... Serieus, ik heb geen handen meer, dus daar kun je niet bij. Dus. Nou. Jordi gaat nog heel even verder juffrouw Roos kijken. Hé, jongen. Bij mama kus. Ik ben in ieder geval met van alles bezig voor Jordi zijn verjaardag. Hallo. Ik ben in ieder geval bezig met zijn verjaardag van alles te doen. Oh, oké. En dan ga ik even zelf nog eten. En dan gaat Jordi heel lief juffrouw kijken. En wat gaan we dan doen? Gaan we daar een flesje doen? En dan ga je slapen. Lekkere kus komt van mama. Nou, we liggen weer dubbel hier, hè? Ik film het heel eventjes zo. Ik ben ondertussen aan het draaien. En ik wil wel met mijn ogen bij het verkeer blijven. En niet mijn telefoon anders moeten zetten. Ik ben net bij de gynaecoloog geweest. Het was allemaal goed, in orde. Jordi die is een beetje chagrijnig, want die heeft niet super goed geslapen. En dan ga ik naar de verjaardag toe. Inmiddels zijn we weer thuis. Ik heb Niels opgehaald. Want ik had straks een paar stampen gehad in mijn maag.
En dat betekent dat ik dus moet gaan liggen, want dat gaat anders niet over. Dus ik lig nou heel eventjes op de bank om heel eventjes bij te komen, want die kleine Kees die weet wel te raken, die voltreffers van hem. Oh, het is het! Niels is heel eventjes het eten van Jordi aan het warm maken. En als het dadelijk allemaal weer wat beter gaat, dan gaan we weer hier aan de gang. Ik was aan het auto rijden naar de verjaardag toe. Toen kreeg ik ineens die stamp en dat is niet meer verbeterd. Dus nou lig ik en nou is het aan het wegtrekken. Dus ik heb er een paar meer gehad als twee. En Jordi krijgt dus dadelijk zijn eten. En het ging eigenlijk op zich wel goed op de verjaardag. En morgen is meneertje zelf jarig. Dus dan moeten we straks versieren. Het is nou bijna 1:30. We hebben het hier enigszins allemaal versierd. Ik ben met van alles bezig geweest. Ook voor aankomend weekend. Ik heb de cadeautjes klaargezet voor Jordi. Twee cadeautjes. Hij krijgt een splinternieuwe kamer. Met van alles erop en eraan. Dus hij wordt de komende tijd nog genoeg verwend. En hij heeft op dit moment toch niet zo heel veel benul van cadeaus. Wat dat precies inhoudt. En ik ben echt met van alles bezig geweest. Ik heb mijn koelkast schoongemaakt. Ik heb van alles heb ik gedaan. Niels heeft Jordi in bed gelegd en Jordi is ook al een paar keer wakker geweest. En Niels ligt nu ook lekker in bed, want die was ook hartstikke moe. En die ligt dus lekker te slapen nu. Ik ga ook naar bedje toe. En ons kleine ventje is 2 jaar geworden. Morgenochtend cadeautje uitpakken. En daarna moet ik naar de tandarts. Ik ga lekker mijn bedje opzoeken. En slaapje doen. En morgen weer verder hier. En dan ben ik denk beneden op de helft met alles doen. Dan kan ik morgen naar de tandarts boodschappen gaan doen en alles. En 's middags hier even poetsen. En zorgen dat alles weer netjes is. En dan morgen vieren we niet echt Jordi's verjaardag hoor. Morgen is het gewoon een beetje gewoon simpel met z'n drietjes. En morgenavond komen als het goed is mijn ouders even. En aankomend weekend vieren we pas echt de verjaardag. Dus dat heeft ook zo zijn voorbereiding nodig. Ben ik ondertussen ook gewoon mee bezig. Een hele goede morgen. Vandaag is er iemand jarig. En omdat je jarig bent, hoef je nog steeds niet aan mijn haar te trekken. En papa is je brilletje aan het schoonmaken. Ja! We hebben hem net wakker gemaakt. Papa je brilletje opdoen. Het is lastig als je ligt. Ja. Maar het is wel gelukt. Gaan we zingen, papa? Lang zal ze leven. Nee, is het de ze? Nee. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hippie de piep de piep. Hoera! Hippie de piep de piep. Hoera! Jippie! En we hebben ook 2 cadeautjes voor jou. Die lekker uitpakken. Jordi. Kijk eens. Een cadeautje. Ja. Uitpakken. Moet pakken. Voor Jordi is het altijd nog een dingetje cadeautjes.
Helemaal uitpakken, schat. Helemaal pakken. Kijken. Goed zo! Niet opeten. Kijken met papa. Gaan we kijken? Wat is dat nou? Zit daar een beetje in? Maar pakken. Ja. Dat zo. Waar is dat? Wauw. Goed zo. Papa, je kan hem ook aan een knopje aanzetten. Ik vind die deze wel leuk. Ja! Vind je die leuk? Ja! Nee, niet cadeaupapier opeten. Je krijgt zo'n fles. Ja! Niet ver naar achteren. Ja! Goed gedaan, jongen! Wil je me stoppelen? Nou, wij gaan Jordi klaarmaken voor de dag. En ik ga raak naar de tandarts. Volgens mij gingen Niels en Jordi ook mee, wat ik begrepen heb. En dan gaan we wel kijken hoe de dag allemaal loopt vandaag.
Wij zijn naar de Smoelensmid geweest. Ik ben nog verdoofd. En we gaan nou heel eventjes wat boodschapjes doen. En dan gaan we naar huis. En dan is het tijd voor Jordi om te slapen. Zo, we hebben bijna alle boodschappen binnen. En ik moet nog een paar dingetjes halen, maar die kan ik zaterdag pas halen. En voor nu, Jordi is aan het spelen. Met zijn nieuwe schildpad. Ben je lekker aan het spelen met je nieuwe schildpad? Ja, aboe. Ja. Ja, kun je weer terugtrekken, hè? Kun je lui doen. Ja. Ja. En ik ga hier eventjes verder aan de gang. Dadelijk Jordi eten geven, zelf eten. En Niels is nu heel eventjes een cadeautje ophalen van de peetoom van Jordi. Die kwam bij de postkantoor aan. En wij doen altijd, zeg maar, bestellen, zeg maar. Dan zegt hij, ik wil zoveel uitgeven. Nou, dan bestellen we een cadeau. En dan pak ik die in. En dan, als hij zaterdag binnenkomt lopen, dan, dan geef ik hem dat cadeau. En dan kan hij dat aan Jordi geven. Vrijgezelle man, hè. Die heeft liever dat diegene daar regelt, die daar iets van af weet. Zoals ik dan in mijn geval met Jordi. Dus En nou, straks komen mijn ouders nog. Die zijn nu even thuis nog aan het eten. En ik ben hier ondertussen van alles aan het doen en zo. Hè? Ja, wat kom je doen? Oh, ben je toch weer mooi geknipt, vent? Ja! Ja! Mijn lekkere birthday boy, hè? Ja, knappe vent. Boeboe. Boeboe. Ja. Nou, dus, Er is één grote puinbende hier, maar komt wel goed. Nou, mijn ouders zijn geweest en ze hebben Jordi een verjaardagscadeautje gegeven. En, meneertje wil niet slapen. Die heeft een beetje last, denk ik, van alle drukte wat hij vandaag weer heeft gezien en meegemaakt. Maar hij is wel hartstikke moe. Hij was zo aan het schreeuwen dat ik tegen Niels zei van, we halen hem even naar beneden en we doen hem dadelijk opnieuw naar bed. Dus, Dus ik lig nou heel eventjes met hem op de bank. Hé, jongen? Ja, even samen op de bank liggen, hè? En bij deze gaan we de ups en down ook afsluiten. Want Jordi gaat daar naar bed. Dan ga ik nog even wat opruimen. En zorgen dat alles klaar staat, zodat ik morgen heel veel kan doen. En ik moet ook nog deze ups en down editen. Iedereen alvast wel trusten. En tot de volgende. Ik weet niet of Niels nog wel wil roepen. Wel trusten. Bij deze dus.